Niels Eggens, gefeliciteerd. Je hebt het gehaald. Je bent profvoetballer. Ja, bedankt. Ja, dat is zeker, zeker heel mooi. Ja. Ja. Besef je het al een beetje? Ik denk dat het besef vanavond pas komt. Het is allemaal wel snel gegaan, dus ik moet nog even indalen. En dan loop jij nu die kleedkamer in en er is iedereen bloedchagrijnig en jij bent van binnen misschien best wel blij. Ja, eigenlijk wel. Ja. Helaas geen 3 punten, maar volgende keer pakken we hem wel. En natuurlijk mooi voor mij dat ik mijn debuut heb kunnen maken. Een droomweek, hè, volgens mij. Sorry? Een droomweek bijna. Kun je erover vertellen? Zeker. Ja, het begon met mijn contract. Ik heb mijn eerste contract ondertekend afgelopen week. En toen gisteren in een wedstrijd tegen Ajax nog gescoord. En vandaag debuteren. Ja, het is allemaal wel heel mooi. Als je dan straks thuis komt en je ligt in bed, en dan ga je nog even allemaal langs. Wat voor gevoel komt er dan, denk je, bij jezelf naar boven? Ik denk dat je alle mooie momenten van deze week wel weer even terug gaat halen. En dan, dan lekker erover dromen natuurlijk. En dan op naar volgende week. Wat de droom misschien compleet had gemaakt was de 2-1, hè? Ja, klopt. Ja, natuurlijk hoop je dan dat hij een keer goed valt en dat je hem binnen kan tikken. Helaas niet gebeurd, maar er komen vast genoeg kansen nog. Dan sta je daar aan de zijkant, doe je je shirtje aan. Wat denk je dan? Van, ik ga nu mijn profdebuut maken. Denk je van, ik ga zo meteen de 2-1 maken? Ja, er giet zoveel door me heen, maar dat denk je eigenlijk niet zo bij na. Want het is vooral adrenaline en je hebt er heel veel zin in natuurlijk. Dus je denkt eigenlijk weinig na. Je wil gewoon gas geven als je in het veld komt. Wil je jezelf even voorstellen aan de mensen die je misschien nog wat minder goed kennen? Wie ben je? Wat voor spits ben je? Ja, ik ben Niels Eggens, 18 jaar. Ik word morgen 19. Ik heb de hele jeugdopleiding van FC Groningen doorlopen. Ik ben spits, kopsterk, rustig voor de goal. Kan wel energie geven aan het team en heb ook nog wel individuele actie in huis. Kopsterk, je bent niet te langste. Kan je heel erg springen of ben je gewoon heel sterk? Ik denk dat het vooral om de timing gaat. Dat je misschien eerder dan je tegenstander springt en dat je dan de bal eerder raakt. Stel je voor, ik interview je over een jaartje weer. Waar sta je dan? Wat is je positie bij Groningen? Ik hoop dat ik dan vaste waarde mag zijn voor de eerste selectie. In de Eredivisie? Ja, in de Eredivisie natuurlijk. Hopen dat ik daar ook veel mag scoren. Mooi. Hey, dankjewel, gefeliciteerd man. Ja. Geniet ervan. En fijne verjaardag alvast.